ik ben Dennis, aka Denske, en vandaag heb ik veel een nieuwe Call of Duty Black Ops 2 commentary. Vandaag is het wat lead play op de map Raid. Het is wat, hoe heet het ook, de hardpoint. En het is met een AD94. In ieder geval, dit is een van mijn eerste matches dat ik weer echt lead play speel. Het is ook een van mijn placement matches. Dus de teammates en de enemies zijn hier heel erg goed. Want bij het begin kom je toch altijd een beetje bij Iron en zo. Dus dat is niet echt fantastisch. Ook al moet ik zeggen, mijn teammates hebben niet echt slecht gespeeld. Laat op de avond was het veel erger. Vooral als je Search and Destroy gaat spelen, dan heb ik in mijn eentje altijd meer kills als het complete team bij elkaar. En dan, ja, dat voelt een beetje fucked up. Maar in deze match was dat niet zo erg, dus het viel niet tegen. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, enjoy the gameplay. Dit is dus wat hardpoint of raid. In het begin wist ik niet echt wat ik deed, want ik speelde al lang geen League Play of Competitive meer. Dus het was even wennen en later in de match, dan merk je ook wel dat ik het weer een beetje onder controle krijg. Dan roteer ik ook op tijd, want bij het begin roteer ik niet eens. Dan denk ik, oh fuck, ik moet bij de bone heel zijn, lekker! Dus dat was niet echt heel erg handig. Maar later in de match, dan wordt het allemaal beter. In ieder geval, ik speel met een AD94, met Rentot en een stok. Ik probeer toch weer meer met stok te spelen. Ik probeer ook mijn sensitivity weer wat omhoog te doen en zo. Gewoon mijn manier van spelen gewoon weer wat aan te passen. Maar in ieder geval, het is dus een AD94 met verder rest lightweight, toughness, dead silence en extreme conditioning. En daarnaast secondary B23R, dat zagen jullie hier. En dan ga ik dood. Daarnaast heb ik een stun als equipment. En mijn streaks zijn de nade shot, oftewel de grenade launcher, lightning strike en hellstorm. En ik vind hellstorm echt zo'n poepding. Ik weet niet wat daarmee is, maar ik faal daar altijd mee. En hier faal ik ook met mijn aim, maar zie dat alsjeblieft door je vingers. Maar en zoals ik al zei, ik speel niet heel erg tegen heel erg goede mensen, dus dat is één ding. Maar dat maakt het ook niet heel veel uit. Het is gewoon voor de lol. En ik begin de laatste tijd weer wat meer League Play te spelen. Of in ieder geval, dit was van gisteren. Maar ik ben het van plan om dat de komende dagen veel meer te spelen. Want ik vind het echt leuk om te doen. En het is veel leuker als pubs. En de reden dat ik ermee gestopt was Black Ops 2 was bij mij echt een game die verschrikkelijk lagde. En ik heb er gisteren eigenlijk niks van gemerkt. Of in ieder geval niet in League Play. Dus dat is iets wat ik waarschijnlijk wel meer ga doen. En ik vind bijvoorbeeld Clan vs Clan of Ghost ook wel leuk. Maar dat is meer pubs. Dat is niet echt competitive. En Ghost lijkt of Ghost Blue Black Ops 2 League Play lijkt er dan nog iets meer op zodoende. Maar waar ik het vandaag over wil hebben is een vraag die mij redelijk veel gesteld wordt. En dat is, Dennis, waarom speel je geen competitive? En jullie zullen misschien denken dat ik totaal geen competitive speel omdat ik het ook niet upload. Nou, dat is natuurlijk niet het geval. Maar ik geef toe, ik speel de laatste tijd zo goed als geen competitive meer. En ik heb dat wel wat gedaan. Ik heb ook game battles gedaan. Ik heb redelijk veel League Play gedaan. En ik ben van plan om dit meer te gaan doen. En de reden dat ik het moment niet doe en niet upload is omdat het niet heel veel zin heeft. Ik bedoel, als je nou nog Black Ops 2 competitive gaat spelen en je hebt zelf niet echt een idee wat je doet, dan heeft het geen zin. Heel veel mensen hebben deze game al voor 2 jaar aan een stuk gespeeld. Die weten precies wat ze doen, die weten de routes, die weten alle spots. Ik niet. Ik heb het geweten, maar dat is allemaal lang geleden. En hier begin ik het een beetje door te kijken. Oh kut, ik moet naar de volgende heel. Ik zit nou ook op tijd al in de volgende heel, maar hier faal ik alweer. Want de komende 2 jaar en ik kan niet kiezen. En ta-ta-ta-ta, dat gebeurt waarschijnlijk nu. Dankjewel. Maar zoals ik al zei, het probleem is, je kunt nou al competitive gaan spelen bij een game die al 1 jaar of 2 jaar oud is. Maar iedereen kent alle spots en alle routes al. En het is meer voor je plezier, oké, dat snap ik. Ik ga sowieso voor mijn plezier ook de komende dagen wat League Play spelen. Ik weet niet of ik het ga uploaden, want ik heb mijn placement matches al gespeeld. Dus dat heeft niet heel veel zin meer. Daarnaast, ja, wat voor serie moet ik daarvoor doen? Of moet ik gewoon random bijvoorbeeld League Play uploaden? Dat kan ook. Hoeft niet per se een serie te zijn natuurlijk. Dus laat me maar weten in de comments. Maar dat is iets waar ik eigenlijk over wil praten. Competitive. Want heel veel mensen denken dus dat ik totaal geen competitive speel omdat ik het niet upload. Nou, dat is niet het geval. Maar ik geef toe, de laatste tijd is dat gewoon minder en minder en minder en minder. En tot het niveau dat ik inderdaad vrij weinig of tot geen competitive speel. Maar ik speel sowieso weinig Call of Duty. Meestal alleen nog maar om video's te maken. En dat komt omdat de tijd die ik heb steek ik meestal in video's maken. En dus de matches die ik speel zijn alleen maar van video's. Maar ik wil meer competitive spelen. En dat is een beetje de reden waarom ik deze video maak. En ik zoek mensen om competitive mee te spelen. En ik zoek mensen die dus waarschijnlijk een beetje rond mijn leeftijd zijn. Dus 17, 18, 19. En die weten dat ze echt goed zijn en echt als een team spelen. Dus liefst ook gewoon een team en niet zoals ik in mijn eentje. Want ik wil iets van jullie leren. Ik zoek mensen waar ik iets van kan leren. En ik kan goed Search Destroy spelen. Ik kan goed andere modes. Ik kan gewoon over het algemeen best wel wat League Play of competitive spelen. Maar ik heb een team nodig die mij eventjes weer wel kan trainen. Van oké, okay, zo zit het. Dat zijn de spots, dat zijn de routes. Want dat is voor mij te lang geleden. En ik hoop dat jullie dat willen doen. En ik zoek dus echt mensen die weten dat ze een team zijn en goed zijn.
En niet mensen zoals ik bijvoorbeeld, die misschien een paar keer Game Battles heeft gespeeld en een paar keer League Play. En misschien, oh, ik zit in Platinum League. Nou ja, whatever, weet je. Of Diamond bedoel ik. Ja, dat interesseert niemand. Dat, ja. Die dingen, dat boeit mij ook niet. Ik wil gewoon eventjes met een team spelen. Dus mocht je een team hebben en ik zag die zo schrijven. Ah, lekker Dennis, lekker. Maar als jullie dat willen doen, laat het me weten. En alsjeblieft, zet niet in de comments van, oh, oké, je was fucking goed. Ik heb zo'n goed team. Ik zou zo hoog op Game Battles. En dat je achteraf gewoon alleen maar gewoon met mij wil spelen. Want de reden dat ik geen mensen add, komt dus omdat heel veel mensen dus mij allerlei dingen beloven. Bijvoorbeeld, oh, ik join echt niet constant jouw matches en dat, al dat soort dingen. En achteraf gebeurt dat toch. En dat is een van de redenen waarom ik dus nooit meer mensen add. Omdat er allerlei dingen beloofd worden wat nooit achteraf waargemaakt wordt. Heel veel mensen zeggen, ik join jou nooit in Call of Duty. Ik beloof het, de eerstvolgende match joinen ze mij. En dat is gewoon frustrerend. En ja, daarom bedoel ik, add heel veel mensen die in GTA zitten. Omdat GTA boeit me niks. Je mag GTA altijd joinen. Alleen in Call of Duty vind ik dat frustrerend en irritant. En dat werkt gewoon zo dunne. Maar mocht jullie dus een goed team hebben, laat het me weten in de comments. Ik wil jullie dus adden. Het liefst op de PlayStation 3 of op de PlayStation 4. In ieder geval Ghost wil ik op de PlayStation 4 spelen. Black Ops 2 dus op de PlayStation 3. En dat is iets eigenlijk waar ik het over wil hebben. Dus ik ga de komende dagen wat meer League Play uploaden waarschijnlijk. Of in ieder geval sowieso spelen. Dus het is aan jullie of jullie dat meer willen zien. Dan kan ik het ook uploaden. Voor de rest zoek ik dus een team om eventjes mee te spelen. Gewoon vol met plezier. En als jullie dat team zijn, laat het me weten. En ja, ik bedoel, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er berichtjes zullen sturen. En of er wat tussen zit. Ik denk het wel. Er zijn altijd wel mensen die goed zijn. Maar er zullen ook veel mensen tussen zijn die waarschijnlijk gewoon aandacht zoeken. Of gewoon een keertje met mij willen gamen. Nou, we zien het vandaag eens wel. Maar de rest heb ik niet echt veel meer te vertellen. Dus ik zal een beetje over deze match nog een beetje lullen. Op dit moment, hè, heb ik gewoon zoveel streaks. Ik overlap ze steeds. Dat was ook in die middelste hardpoint. Of volgens mij ga ik daar nou naartoe. Ik weet het niet meer. Oh nee, nou gaan we dadelijk naar hier naartoe. En ik roteer al de tijd. Maar volgens mij als ik in die, ik noem het al plantenbak in het midden. Ik weet niet hoe je dat altijd noemt. Ik noem het al plantenbak. Maar daar overlapte ik steeds mijn streak. Dus lekker bezig. Dennis, lekker bezig. Allemaal overlappen. Ik vergeet dat steeds. En ik vind het wel echt ideale setup voor hardpoint. En vooral die grenade launcher. Die grenade launcher is volgens mij echt een hardpoint killstreak. Want als mensen in de hardpoint zitten en je kunt er niet in komen. Je spreekt een paar keer met die grenade launcher in of die war machine. En ja, je hebt eigenlijk gewoon heel die hardpoint al leeg. Dus dat is op zich altijd wel handig. En ja, dit is ook altijd makkelijk. Ik weet nog wel een beetje de spawns. Maar dat is een beetje mijn grootste probleem. Ik moet de spawns weer een beetje doorkrijgen. Want die wist ik wel als ze nou bij die statue of zo spawnen. Maar dat is altijd even moeilijk. Dat is het moeilijkste gedeelte van hoe moet je lopen zodat je de spawns niet vernaait. En waar zitten ook weer alle spawns op alle mappen. Want sommige mappen weet ik wel, maar ook niet allemaal. En ik vind dat zo'n poepstreak, hè, die Hellstorm. Ik kan daar nooit streaks of kills mee maken. En nou, sowieso nou niet, omdat ze allemaal binnen zaten. Maar dit is een van de nadelen als je met random speelt. Ik heb dit dus gisteravond gespeeld. Dus ik had mijn headset niet aan, want s'avonds speel ik altijd lekker rustig in mijn eentje. Maar op dat moment zag je het al. Ik zat in die hardpoint, maar ik wil eigenlijk roteren naar de volgende. En ik had eigenlijk liefst dat iemand van mijn team even terugbleef. En voor die paar points had ik beter door kunnen roteren. Ik had het idee dat mijn teammates dat zouden doen, maar dat deden ze dus niet. En je kunt totaal niet overleggen. En dat is gewoon een heel belangrijk iets als je competitive wil spelen. En volgens mij ga ik hier dadelijk... Dit is grappig. Moet je zien hoe ik hier dadelijk dood ga. Dat is echt zo faal iets. Hier, ik maak een paar kills. Dit bedoel ik dus met die war machine. Dat ding is zo nice. En hier schoot ik net te laat in de muur. Als ik iets eerder geschoten had, was het allemaal goed geweest. Ik spray alles mis. En there's the nade. En hier is volgens mij het einde. Dan ga ik daar rechtsaf. En dan is het afgelopen. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Het is dus een keertje wat League Play. Ik ga sowieso meer League Play spelen. Want ik vind het wel weer leuk om te doen. En laat het me maar weten als jullie een heel goed team hebben. En mij een beetje willen trainen, zeg maar. Gewoon een beetje wat dingen willen leren. Want in de toekomst zou ik gewoon graag gewoon echt Game Battles weer en zo willen spelen. Gewoon met een team. En als je de video leuk vond, laat het maar achter in de comments. Laat een likeje achter. En laat in de comments dus achter. Heb je een team? Wil je met mij spelen? Laat je PSN maar gewoon achter. En dan zie ik jullie misschien dan wel. Dus tot dan. En houden we.